Welkom bij Iedereen kan haken. We zijn net geëindigd bij toer 5 van Call the Midwife, het patroontje. En omdat ik niet langer dan 10 minuutjes kan filmen, dan maken we er nog een filmpje bij voor toer 5 van Call the Midwife. We zijn 1, 2, 3, 4, toer 5. We zijn dus begonnen met toer 5 met die 3 losse en een losse voor de zijkant. En dan moeten we hier weer 6 stokjes op maken. Dus hier staat er al 1 op. En dan in totaal 6. 2, een stokje op een stokje. 3. 4. En dan 2 stokjes ga je dan in die opening van het blaadje doen. En dan heb je er 6. En omdat je nu weer, zeg maar, het blaadje bloemetje moet sluiten, dus dit, deze, maken we weer 3 losse. 1, 2, 3. En dan weer 2 stokjes in die grote opening van dat ene blaadje. En dat moet weer in totaal 6 worden. En nu gaan we weer een stokje op een stokje maken. In totaal 6. 3, 4, 5, 6 en dan een losse. Nou, die gaat niet lekker, dus die doen we even over. En nu weer 6. Deze hebben we. 1. Nou. 2. 3. 4. 5. 6. Dus die laatste 2 in die opening, dan weer 3 losse, dan weer 2 in de volgende opening. Gewoon lekker door blijven haken, nog 1 in de opening. Kijk, dan kan je hem altijd nog een beetje naar links schuiven. En dan weer stokjes op de stokjes, dat we totaal 6 hebben. En voor het mooie randje aan de zijkant nog 1 losse en een stokje op het laatste steek van het stokje of van de losse en weer 3 losse en weer keren. En nu gaan we al naar toer 6 en die toer 6 dan maken we weer allemaal stokjes tot aan de opening en er zijn 15 stokjes. Even hier die zijkant een losse en een stokje en dan moeten we 15 stokjes in totaal. 2 3 4 en 3 in deze opening. Nu 1, 2, 3 in de opening. Dus we gaan even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 3 is 9. En dan moeten we nog een keer 6. Dus 9 en 6 is 15. Hier gaan we weer een stokje op een stokje.
en een losse. Een, twee, drie, vier, vijf. Nog eentje. En we zijn alweer hier bij het blaadje. Daar doen we er drie stokjes in. En dan weer zes stokjes op de stokjes. En weer een losse. En een stokje op de laatste. Kijk, en als je dus inderdaad je draad in het midden van de bol eraf haalt, dan zit je niet met die gedraaide bollen. Je kan de wikkel gewoon om je bol houden. We pakken weer drie losse. En we gaan nu aan de laatste toer beginnen, dus toer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan pakken we nog één losse voor de zijkant. En dit zijn dus eigenlijk allemaal weer stokjes, losse, stokje, losse, stokje, losse. Zodat je deze rij nu gaat maken. En een losse. En dan sla je één stokje over. En een losse en je slaat één stokje over en een losse en je slaat één stokje over . Kijk, en dan kom je mooi uit op die rij losse en stokjes. Dus deze rij die mooi doorloopt. Dat is het mooie aan dit patroon. Je kan ook allemaal verschillende kleurtjes pakken. Ja, dan heb je er een beetje een speels effect in. En dan loopt deze door. En dit moeten weer een losse en weer overslaan. En een losse. En een stokje. Nou, ik denk dat je hier veel plezier aan kan hebben. Je kan hier van alles mee. Ik zou zeggen, ja, kijk goed het eerste en het tweede filmpje. Abonneer je op YouTube, op mijn kanaal. Iedereen kan haken. Ik ben bezig met iedere keer nieuwe steken, nieuwe patroontjes. Dus bedankt voor het kijken. En ik hoop tot de volgende keer. Tot ziens.